بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Horen de broeders of de zusters, sorry, mij? Klas 4. Als goed is, horen jullie mij? Maar ik hoor jullie niet. Bismillah, salam alaikum wa barakatuh. Wij horen. We hebben de eerste vraag, inshallah. Salam alaikum. Waarom mag je niet op je hijab een versiering op? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jouw vraag is: waarom mag je niet op je hijab versiering doen, toch? Ja. Ja. Weet jij waarom dragen wij, waarom draagt een meisje een hijab? Zo wordt Allah blij. Zo wordt Allah blij. En ook om Allah wordt blij wanneer wij, wanneer de moslima zichzelf bedekt, toch? Ja. En zodat de mannen ook niet naar haar kijken. Maar als haar hijab versierd is, gaan dan de mannen naar haar kijken? Of niet? Ja. Ja, wordt dan Allah wordt dan blij of niet blij? Niet blij. Niet blij. Dus dan weet je nu ook waarom wij of een moslima geen versiering mag dragen op haar hijab. Toch? Ja. Is het zo? Waar ja, kom. Waarom mogen we niet buiten zonder hoofddoek lopen en zonder sokken? Zonder sokken? En zonder hoofddoek. Wordt Allah dan blij? Nee. Nee. Maar word jij ook blij wanneer mannen naar jouw aura kijken? Nee. Nee, toch? Wat moeten wij met onze aura doen? Bedekken. Bedekken, zodat Allah blij wordt. En zodat wij gezond blijven. Dat wil jij, toch? Ja. Ja, dan krijg je heel veel hasanaat. Maar als je jezelf niet bedekt, krijg je dan witte punten of zwarte punten in je hart? Zwarte punten. Dat willen wij toch niet? Toch? Nee. Nee. Oké. Mashallah. Tayyib. Volgende vraag. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waarom kunnen we geen hijab binnen en buiten aandoen? Nog een keer? Waarom kunnen we geen hijab binnen en buiten aandoen? Binnen en buiten. Dus jij wil ook hijab binnen hebben? Ja. Oké. Maar weet je dat je ook een hijab binnen hebt? Ja. Want wanneer je ook binnen bent, dan bijvoorbeeld met jouw ouders, met jouw broers, met jouw andere zussen, of met andere vrouwen, of met andere meisjes, dan mogen ze ook
een klein beetje meer van jou zien dan mensen buiten. Maar ze mogen niet alles zien. Dus dat is ook hijab. Maar dan andere hijab. Ja. Snap je? Want wanneer je naar buiten gaat, dan heb je vreemde mannen. Die mogen jou dan helemaal niet zien. Zodat jij Allah blij maakt. Oh ja, nee, nee. Ja. Je zak Allah hoe geen dan. Nee, kom maar. Wa yakum. Waarom moet je bij Arabische les ook hoofddoek dragen? Waar heb jij jouw Arabische les? Binnen huis of buiten? In Arabische les. Is dat buiten huis of binnen huis? Binnen. Binnen huis? Ja. Maar waarschijnlijk ook met een camera, toch? Nee, niet met een camera. Nou, dan hoef je geen hijab te dragen. Als je binnen huis bent. Oosted, Sheikh, ze bedoelt dat ze in het pand is. Dus dat ze binnen is en niet buiten. Ah, in het pand. Want in, ja, oké. Okay. Als je hier op school bent, dan ben je buiten huis. En dan kunnen andere mensen jouw aura zien. Wil je dat? Nee. Nee. Omdat Allah dan niet blij wordt. En daarom, omdat je buiten huis bent en niet binnen huis, want hier is het ook buiten huis, ook al ben je in een plek, maar het is niet thuis bij jou. Want bij jou thuis is het veilig. Maar hier kunnen andere mensen ook jou zien. En daarom is het belangrijk dat je je aura bedekt. Ja? Barakallahu fikum. Onze vragen zijn klaar. Barakallahu fikum. Wa yakum. Mashallah. Ik vind het heel mooi dat deze meisjes ook aan deze mooie conferentie hebben meegedaan. Mogen Allah jullie beschermen. Van jullie houden. En jullie bedekken. Zeg amin. Volgende vraag. Volgend lokaal. Bismillah. Tafadhal. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Telt je hoofddoek als je omgekeerd aandoet? Nog een keer? Als je je hoofddoek binnenste buiten aandoet. Hoofddoek? Ja, je hoofddoek. Hijab. Welke hoofddoek? Hijab. Ah, hijab. Maar hijab is niet hoofddoek, toch? Nee. Oké. Okay. Als je het binnenste buiten aandoet, zolang je maar bedekt, dan is het goed. Waar geloof ik? Asmila, er is nog een vraag. Ja. Wat is de volgende vraag? Wat is de correcte hijab eigenlijk? De correcte hijab, als je goed opgelet hebt, dan weet je dat die 7 voorwaarden heeft, toch? Ja. Wat zijn die 7 voorwaarden? Weet jij die? Nee. Oké. In ieder geval is de correcte hijab dat je jouw gehele lichaam bedekt. Behalve jouw gezicht en jouw handen. Maar dat deze bedekking ook daadwerkelijk bedekking moet zijn. Dus het mag niet doorzichtig zijn. Of heel lichtjes zijn. Of strak zijn.
Dus bijvoorbeeld, jouw schouders mogen niet gezien worden. Ook niet dat je iets erop aan hebt. Dus het moet over jouw schouders heen. Het moet ook niet geparfumeerd zijn. Het mag ook niet lijken op mannen, op de kleding van de mannen. Het mag ook niet lijken op de kleding van de ongelovigen. Het mag ook niet versierd zijn. Als dit allemaal goed is, dan heb je een correcte hijab. Maar als je alleen maar een lapje stof hebt op je hoofd en je hebt gewoon een strakke broek en andere... Nee, dat is geen hijab. Toch? Hey, heb je antwoord? Waarom dragen we eigenlijk hijab? Je draagt de hijab om Allah subhanahu wa ta'ala tevreden te maken. Want wanneer de vrouwen geen hijab dragen, dan maken ze Allah woedend. Maar waarom wordt Allah woedend? Omdat de hijab hen beschermt. Omdat vrouwen anders zijn dan mannen. Vrouwen zijn heel mooi en heel verleidelijk voor mannen. En zodat vrouwen beschermd worden, horen ze de hijab te dragen. En dat is ook goed. Want Allah beveelt ons alleen maar iets goed wat ons heel veel waarde geeft. En daarom heeft Allah de vrouw verplicht om hijab te dragen. Om te kijken of dat zij hem gehoorzaamt. En om haarzelf te beschermen. Ja? Om uiteindelijk het paradijs binnen te treden. Wacht, ben je overtuigd? Ja. Oké, alhamdulillah. Wie heeft nog meer een vraag? Wat betekent de hijab? De hijab betekent de bedekking. Dus je bedekt jezelf, jouw schoonheid, jouw mooiheid voor slechtheid. Voor het slechte wat jou kwaad kan berokkenen. Nog meer? Is het erg als je je hoofddoek bent vergeten als je het pas net draagt? Oh, dat is echt heel erg. Maar eigenlijk hoor je het ook niet te vergeten. Zoiets moet je niet vergeten. Zoiets hoort bij jouw leven. Ga jij ook vergeten om Salatul Fajr te bidden? Nee. Ga jij ook vergeten om je jas naar buiten te trekken als het koud is? Nee. Nee, hè? Dan mag je ook niet vergeten om de hijab aan te doen. Want dan loop je heel veel risico dat Allah boos op diegene wordt die geen hijab... Allah zal boos worden op degene die geen hijab draagt. Maar dat wil jij toch niet? Nee. Ja. Alhamdulillah. Dus je moet dan heel snel terug naar huis. En alsnog aandoen. En een istighfar verrichten. Inshallah. Inshallah. Maar als je naar een bruiloft gaat, mag je dan nog wel parels of dingen op je jurk hebben? Al houdt Allah daarvan? Weet ik niet. Allah houdt daar niet van. Dan mag je dat ook niet doen. Mag het alleen als er vrouwen zijn? Ja.
Barakallahu fik. Wa fik. Nog meer? Mag je in de islam make-up op? Je mag in de islam make-up op om voor je man mooi te maken. Maar verder mag je niet eerder dan dat make-up doen. Ben jij getrouwd? Nee. Nee toch? Dan moet je ook niet denken aan make-up. Make-up mag je pas doen wanneer je bij een man bent. Hij is de enige die jou heel mooi mag vinden. En mag zien. Want wil jij dat andere mensen misbruik van jouw lichaam gaan maken? Als andere... Sorry? Als andere mensen je hijab heel mooi vinden... En krijg je dan heel veel hasanat van Allah? Als jij de hijab mooi vindt, krijg je heel veel hasanat van Allah. Is dat jouw vraag? Nog een keer, ik hoor dat niet zo goed. Als jij de hijab mooi vindt, dan zul je heel veel hasanat van Allah krijgen. Duidelijk? Ja. Wie heeft nog meer vragen? Bismillah, de vragen voor deze klas is afgerond. Ik denk dat de volgende klas ook nog vragen heeft. Zakkelau Geiran. Wie zijn de volgende klas? Bismillah, de klas van 11 tot 16, die willen ook vragen stellen. Ja, die mogen ook vragen stellen. Maar dan moeten ze wel hun microfoon aandoen. Ik hoor nog niks. Salam alaikum, Sheikh. Ik heb een vraag over werk eigenlijk. Mijn vraag is, mag je als vrouw, als moslimvrouw, gynaecoloog worden? En dan ongelukkige vrouwen eigenlijk behandelen? Want ik had gehoord... Sorry, wat had je gehoord? Dat het wel mag, dat je, vrouwen, dat je ongelukkige vrouwen wel mag behandelen als gynaecoloog. Als gynaecoloog mag je gelovige en ongelovige vrouwen behandelen. Maar om een gynaecoloog te worden, moet je studeren. En de wijze van studie, die nu hier in Nederland is, is niet toegestaan. En gynaecoloog worden hier in Nederland betekent ook dat je samen met mannen samenwerkt. Houdt de Allah subhanahu wa ta'ala daarvan? Nee. Hij houdt daar niet van. Nee. Maar dus, ik zat er wel aan te denken om dat zeg maar te worden. Ja. Maar als je dat wil worden, dan moet je dat doen in een islamitisch land. Je moet studeren in een islamitisch land en dat worden in een islamitisch land. Waarbij dus geen vermenging tussen mannen en vrouwen is en geen onjuiste dingen zijn die jij bevolen wordt. Snap je? Nee, oké, duidelijk. Dank u wel. Dank u wel, Fiek. Oh, yeah. Daarnaast is het ook belangrijk dat je weet dat het huwelijk veel belangrijker is dan gynaecoloog worden. En dan stel je voor dat je afgestudeerd bent en jouw man zegt tegen jou dat je thuis moet blijven. Wat ga je dan doen?
Wat ga je dan doen? Dan weet ik eigenlijk nog niet of ik dan al getrouwd ben of niet. Want ik ben nog best wel jong. En als ik klaar ben met mijn studie, ben ik ook nog wel jong. Dus dan denk ik nog niet dat het tijd is om te trouwen. Wie zegt tegen jou dat jij jong bent als je klaar bent met jouw studie? Oh, je kan Wie heeft dat in jouw hersenen gedropt? Nee, maar je kan toch gewoon kijken hoe lang een studie duurt? Nee, dat is niet toegestaan. Want het is verplicht voor jou om te trouwen, zodat je niet in de fitne komt. Nee, vanaf 16 jaar kun je al trouwen. Hoor je eigenlijk te trouwen? Nee, ik zeg... Niet jong. Okay. Ja? Wat zeg jij? Nee, ik zeg niks. Je zei net wel iets? Nee, ik trek mijn woorden terug. Oké, mooi. Oké. Maar je bent niet jong als je 26 of 28 bent. Nee, maar daar had ik het ook niet over. Oké, nou, dank u wel, Bart, geloof ik. Geloof ik. Mijn naam is ook nog zo. Wat is de volgende vraag? Kunnen jullie mij goed horen trouwens? Want wanneer je klaar bent met gynaecologie, dan ben je richting de 25, 26, dan ben je best wel oud. Terwijl je eigenlijk al lang had moeten trouwen. In ieder geval, volgende vraag. Geen vraag meer? Er zijn geen vragen meer. Fijn. Dan stel ik voor dat zuster Amina inshallah gaat afsluiten. Is zuster Amina nog steeds mee? Of wacht even, ik heb hier een vraag. Zuster of broeder Ashraf? Er zijn hier nog maar twee vragen. En je zuster vraagt over het studeren. Mm-hmm. Dat ze zegt van, ja, wij leren op de islamitische basisschool, zei je? Dat de kinderen apart zijn, jongens en meisjes? Nee. Oh, op deze islamitische school? Ja. Nou ja, op veel scholen. Helaas ook op islamitische basisscholen. Ja, vroeger was dat niet zo. Auzubillah. Nou, dat de kinderen zeg maar gemengd zitten in de klasse. En de zuster vraagt zich af, wat vraag je af? Vanaf 8 is wel gemengd. Als ze ouder worden mogen, dan moet het toch vanaf 8. Nou ja, dat is wat de zuster ook nu ziet. Van zegt, op de basisschool mogen ze bij elkaar zitten. En dan moeten ze opeens dus vanaf het voortgezet onderwijs apart zitten, niet meer met elkaar omgaan? Nee, ook op de basisschool horen ze apart te zitten. En een school kan niet iemand verplichten om naast een andere sekse te zitten. Want dat valt wettelijk gezien onder seksuele manipulatie en ongewenste seksuele intimiteit. Dus de school kan daarvoor... Al is het een islamitische school, dan hoort er met hen gepraat te worden, geadviseerd worden. Als ze niet willen, kunnen ze daarvoor aangeklacht worden. Dat ze kinderen dwingen tot ongewenste seksualiteit of intimiteit. Ja, daar is zeker een artikel over. En als jullie willen, kunnen we daar ook jullie in helpen, inshallah. Ja. Dus de zuster vraagt inderdaad die informatie ook. En er is ook een zuster die vraagt, die heeft dus eigenlijk zonder toestemming de les opgenomen. Stukjes van de les. Of ze dat mag delen met anderen.
Nee, we gaan inshallah de lessen volledig opzetten en delen met de anderen inshallah. Want als er stukken eruit gehapt worden, dan kan het ook verkeerd begrepen worden. Duidelijk. Ja, daarom de laatste duidelijk. Ja, wij zijn wat dat betreft inderdaad, dus als u het kunt afronden, dan zijn wij hier ook klaar. Tayyip, inshallah. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala deze dag zegenen. En deze kennis zegenen. En ons allen zegenen. En deze kinderen en alle kinderen van alle moslims zegenen. En de dochters van alle moslims bedekken. En leiden tot de juiste hijab. Die Allah subhanahu wa ta'ala tevreden maakt. Barakallahu fikum. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala van jullie houden. Jullie beschermen. En jullie hoog achten. En jullie hoog in het paradijs achten. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khairan. Oh ja.